De coöperatie Vissers in Nikeri onder leiding van Abbas Noridjo wil dat er zo gauw als mogelijk een dijk wordt gebouwd bij de aanmeersteiger de Zeedijk in de omgeving van de begraafplaats. De dijk is van eminent belang omdat de zeewering in rap tempo afkalft. Door de afkalving vertoont de weg naar Zeedijk diverse verzakkingen. Indien er geen dijk wordt gebouwd, zal deze omgeving als eerste onder water komen te zitten, zegt Noridjo. U ziet dat zelf, hè? Links van mij, rechts van u, wordt steeds de afkalving. Voor ons is dat echt een zorgpunt. En dit heb ik ook al eerder aangehaald toen de president hier was met zijn delegatie, een aantal ministers, heb ik ook aangehaald. Want met betrekking tot stijging van de zeespiegel heb je dit dan als gevolg. En hier parkeren we onze boten. Hier is onze aanmeerplaats. Maar dat ziet er niet zo netjes uit hier, heb ik gemerkt. Ja, dat klopt. Eerlijk gezegd, deels komt mee door het water. Ja? Vooral als het gaat om springvloed, hoge springvloed. Dan gaan alle flessen, petflessen ook mee naar de oever. En dan krijgen we dit. Om gebruik te maken van de gelegenheid heb ik ook aan de president gezegd. Dat als we mee willen gaan met kwaliteit, met export gericht, dan is dit eigenlijk niet een gezicht om onze producten te verkopen naar het buitenland. Er zou dus ook een aanmeersteiger moeten worden gebouwd, een professionele? Ja, sowieso, sowieso. Nogmaals, zeespiegel die stijgt. En dan, we gaan hier niet voor een tijdelijke oplossing, maar we gaan voor een permanente oplossing. Noridjo zegt dat de visserijsector in Nikeri het tweede middel van bestaan is en daarom ook meer aandacht moet krijgen van de regering die faciliterend moet optreden. Een van de zorgpunten is de hoge benzineprijzen. Steeds minder jongeren tonen belangstelling voor de sector. Het wordt steeds minder. Steeds minder. Ik ga dan in snel tempo de categorie even naar voren brengen. We hebben te maken met de BV-visserij, dat staat voor binnenvisserij, dat is dat gedeelte hier. We hebben te maken ook met de pannenvisserij, hè? Dat is meer het Bigipan gebied. En we hebben ook te maken met de SK-visserij, dat staat voor zeekust. Maar jonge mensen willen niet op zee gaan, ze willen niet werken, dat wordt steeds minder. Ik ga ook even snel jou op een paar dingen zeggen. Hier in Nikeri, naast de landbouwsector, vormt de visserijsector de tweede grootste sector. Als dit ook komt weg te vallen, hebben we een probleem. Wij zorgen voor de eiwitvoorziening hier in Nikeri. Dat wil zeggen, de markt van Nikeri is gegarandeerd van vis uit Nikeri zelf. Wat te veel is, wordt dan naar Paramaribo via gecertificeerde bedrijven geeft. Abbas Noridjo, voorzitter van de coöperatie Vissers in Nikeri, met wie wij een gesprek hebben gehad over de visserijsector in het district.